eerst en vooral hartelijk welkom aan Prins Remy en zijn hopdames Eline en Lien. Het is binnenkort, volgende week, trekt de 47e kindercarnavalstoet door Weelde. En kindercarnaval is het grootste eendags evenement dat onze gemeente kent. Al jaren zetten mensen zich daarvoor in en al jaren bieden ze op die manier een prachtig kinderfeest aan de kinderen van ons dorp. Maar het zijn niet alleen de kinderen die een prachtig feest hebben, het zijn ook de buurten, de ouders, de families die daarbij betrokken worden. En in een tijd zoals heden, waarin dat er tussen mensen heel vaak vervreemding is, is het belangrijk dat een feest zoals carnaval een stuk verbondenheid brengt. En misschien naast de leute en het plezier, is dat misschien nog wel het belangrijkste wat we die dag bereiken met deze kindercarnaval. Ik moet niet alleen jullie allemaal hartelijk welkom heten, want het is stilaan een traditie dat we hier in het gemeentehuis de week voor carnaval officieel de sleutel overhandigen. Dat is ook altijd een goed moment om nog eens naar de buitenwereld aan te kondigen van volgende week is het zover. Het is niet alleen dat wij als gemeentebestuur jullie hier graag, heel graag ontvangen. Het is ook een moment voor mij om toch naar heel wat mensen dank te zeggen. Eerst en vooral wil ik toch dank zeggen aan het bestuur dat ieder jaar opnieuw erin slaagt om al die verenigingen, al die gebuurten bijeen te brengen om een prachtig feest te maken. Die inzet, die is enorm. En er zijn er zelfs bij die, als je die niet doet, volgend jaar in maart of nu in maart weer al opnieuw zouden beginnen bouwen. Met heel veel plezier heeft de gemeente ook een paar jaar geleden voor de eerste keer een militaire loods ter beschikking gesteld. En Mark weet dan nog waar dat de eerste keer heel moeilijk was, is dat nu evident. Die militaire wilde depot, dat is eigendom van de gemeente. Wij kunnen jullie opslag bieden, wij kunnen jullie een hal aanbieden waar je samen kunt werken. En we merken ook dat daardoor die verbondenheid tussen de gebeurten eigenlijk alleen nog maar toegenomen is. En ik wil het bestuur, maar ook alle verantwoordelijken van de gebeurten ook wel van harte danken. Ik wil ook een woord van dank uitspreken, en ze zijn niet hier, maar ook voor de politie. De politie die op die dag, toch, we zijn een kleine wijkbos, zich engageert om te werken om alles in veiligheid te brengen. Waardoor dat we ook dankzij hun inzet dat we de tour kunnen maken langs de Weeldestraat. Zo'n feest zoals kindercarnaval, dat is het werk van heel velen. En daarvoor wil ik u als burgemeester van harte danken. Prins Remy en de hofdames Eline en Lien, hartelijk welkom op het gemeentehuis. Ik ga jullie zo dadelijk na het woord van de voorzitter officieel de sleutel overhandigen. En ik geloof heel zeker dat volgende week zondag leute en plezier in onze gemeente gaat overheersen. Alaaf, alaaf, alaaf. Ik dank u. Goedenavond, ook op onze beurt zijn wij iedereen van harte welkom. En inderdaad, volgende week starten wij met ons carnaval weekend. Na maanden van voorbereidingen, van zowel de deelnemende gebeurten als van het comité, zijn we bijna klaar voor de 47e kindercarnavalstoet in Weelde. Volgende week vrijdag, 9 februari, starten we op het Foutenkluif met de beste kuipendijns van Kempen, Bart Broeks uit de regio van Hoogstraten, gevolgd door de Geurhoeks. Zaterdag aan de jeugd de eerste outfit nog eens uit gas halen om op de zondag toe te komen op het hoogtepunt van de kindercarnavalstoet, de 47e. Waar we kunstwerken van wagens mee gaan zien, terwijl ik ze nog nooit eerder gezien heb. Zonder de inzet van velen zou dit alles niet mogelijk zijn. Zo denken wij aan de vele ouders die al een dik viertal maanden volop gedreven aan het bouwen zijn. Tot in detail de laatste hand gelegd hebben aan de kleurrijke kostuums,
die dat weer heel kleurrijk kan zijn dat jaar. Ook wij als comité hebben de voorbereidingen getroffen om dit alles tot een goed einde te kunnen brengen. Ook ons gemeentebestuur, politie, hulpdiensten mogen we zeker hierbij niet vergeten. En dragen wij een groot woord van dank voor over de gulle steun en de medewerking op alle mogelijke vlakken. Voor het zesde jaar krijgen wij inderdaad alle gebeurten de gelegenheid weer om in Wilde de Pool inspiratie te zegevieren bij het bouwen van een wagens en de gedrevenheid in de groepsgeest nog steeds tot een hoger niveau blijft klimmen. Dankzij de hulp en de inzet van vele dorpelingen en medewerking van onze gemeente kunnen wij er weer een echt dorpsfeest van maken. Uiteraard zijn wij ook het gemeentebestuur heel dankbaar dat er hier vandaag weer een receptie aangeboden wordt voor onze prins en de hofdames en de raad van elf. Voorbij een jaar was prins Victor de prins carnaval 2017 en die heeft dat ontzettend goed gedaan en je mag nu de scepter overdragen aan onze prins van 2018, Remy Beyens. Prins Remy die wordt ook bijgestaan door twee prachtige hofdames, Eline en Lien. En de raad en het bende van de raad van elf. Naar jaarlijkse traditie geven we nu het woord aan prins Remy, nadat hij de sleutel van de burgemeester heeft gekregen. Alsjeblieft. Zijn blij dat we u op de carnavalsdagen mogen regeren over ons snuitentrekkersdorp Wild. Na wijs beraad zijn wij blij en trots ons regeerprogramma aan u te kunnen voorstellen. Ten eerste, op zondag 11 februari 2018 zal het bestuur van ons dorp volledig in mijn handen zijn van mijzelf, mijn hofdames en mijn raad van elf. Ten tweede, het bestuur van onze gemeente belooft ons dat ze er alles aan zal doen om de stoet in Weelde vlot te laten verlopen. De politie van ons dorp zal alles in het werk stellen om de stoet in alle veiligheid door het dorp te laten trekken. De belangrijkste verkeersregel op 11 februari, de kinderen hebben voorrang en er worden die daar geen kleuren aan gegeven. Ten vierde, van op onze prinsenwagen zal ik zelf met mijn hofdames en de voltallige raad van elf als eerste op de 47e carnavalstoet enthousiast op gaan zetten. Ten vijfde, ik wil graag van de gelegenheid gebruik maken om het gemeentebestuur te bedanken voor het nieuwe gebouw in het Eikampad dat gebruikt zal worden voor de kinderopvang en jeugdbeweging. Als KSA-meisje vind ik het zeer tof dat de KSA Wilde dit jaar gaat verhuizen naar een nieuwe locatie. Ten zesde. Alle kinderen van Weelde krijgen na carnavalsdag een volledige week verlof. Yes. Ten zevende, nu ik dit jaar prins ben, maak ik van de gelegenheid gebruik om een gunst te vragen. Voor mij en mijn muzikale vrienden van de fanfare van Weelde, door het grootstijgend aantal leden wordt ons repetitielokaal te krap. Een grote ruimte zou welkom zijn. Ten achtste, de gemeentebelastingen zullen voor minstens 50% besteed worden aan de feestelijkheden voor de Weldse bevolking, zodat wij ook na vandaag kunnen blijven feestvieren. Goed gedaan. Ten negende, voor mijn sportieve vrienden van de voetbalploeg U12
KSK Weerde, zou het plezant zijn om in de jarenlang op het A-veld te mogen voetballen met werkend scorebord. Ja. Ten tiende. De voltallige gemeenteraad wordt uitgenodigd op zondag 11 februari op het gemeenteplein om de stoet te bewonderen en een diepe buiging te maken voor prins Remy, zijn hoofddames en raad van 11. Ten elfde. Op zondag 11 februari 2018 zullen de kinderen en grote mensen die naar de stoet komen kijken gratis voorzien worden van snoepjes zolang de voorraad strekt. Samen met ons gemeentebestuur denken we aan het milieu en de bewoners langs de parkeer en gooien we geen confetti meer. Zet allen de feestjes op en vergeet niet dat lachen gezond is. Komt alles zien op zondag 11 februari. Leven de lol, leven de leuten. Ik heb gezegd, Allah, Allah, Allah. Allah. We zeggen mannen, komt er allemaal nog hier aan drinken, ze staan uitgeschonken. En